straks komt Schrijversduo, is er een meet and greet. We gaan ook jullie een boek geven dat je kunt laten signeren. Ondertussen kunt u genieten van een natje en een droogje. Ja, jullie aandacht even voor het meest beroemde schrijversduo van Europa. Nicky en French. Nicky. Over wat hebben jullie gesproken? Over het ontstaan van de boeken, hoe dat ze met elkaar communiceren om tot één boek te komen en over eventueel een vervolg. Het is eigenlijk wel zeer merkwaardig hoe dat ze eigenlijk samen een boek schrijven. Ze zitten apart, ze e-mailen de hoofdstukken, ze weten zelfs niet welk hoofdstuk dat ze beginnen enzovoort. Ja, het was heel interessant. Ik heb hem ook gevraagd hoe het laatste boek, of dat het eindigt bij Dean. En hij zei, heb je het al gelezen? Nee, oh, ik ga u niks zeggen. Heeft hij. Dus dat was wel jammer natuurlijk. Heb je een favoriet boek? Wel, het eerste boek dat ik heb gelezen is The Red Room en daar blijf ik toch altijd wel zo naar teruggrijpen. Ja. Je liefst blijkbaar ook in het Engels. En heb je een voorkeur dan? Liefst in het Engels, zeker als het Engelstalige auteurs zijn, omdat daar toch altijd soort... Ja, er verliest altijd iets met vertaling, een goede vertaling ook is natuurlijk. Je voelt dat ze begaan zijn met een publiek en dat ze graag meet and greet doen. Dus jullie zijn nu nog grotere fans geworden? We hebben alle boeken al, dus, maar we zijn eigenlijk nog grotere fans geworden. Ja.